Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij de nieuwe live-uitzending. Zaterdagochtend, de laatste online demo-dag van dit jaar. Vandaag zijn er weer 3 lives. Ik ben er dus vanmorgen. Vanmiddag is Joyce Jansen nog live. En vanavond is Joyce Tresor live. Dus dat worden wel weer gezellige. Wat vast wel weer een gezellige dag. Ik weet niet of jullie tijd hebben om mee te kijken of dat jullie misschien wel veel te druk zijn nog met allerlei kerstinkopen. Dan kun je het gewoon later weer terugkijken. Het komt natuurlijk op ons YouTube kanaal te staan, dus dan kun je het daar weer rustig terug gaan kijken. Nou, vanmorgen, zaterdagochtend is voor mij altijd gewoon een gezellige knutselochtend in principe. En ik had niet zo mega veel tijd voor voorbereiden. Dus ik denk, ik maak het mezelf niet zo moeilijk. We gaan gewoon lekker romantische kaartjes maken. Ik moet heel even nog iets pakken. En dan gaan we van start. De bedoeling is om iets te gaan maken met het nieuwe papier van Lemoncraft. Lemoncraft heeft 2 nieuwe collecties uitgebracht. Een hele mooie roze en een hele mooie blauwe. Ze zijn beide verkrijgbaar in paperpads van 20,5 en 30,5. Ik heb hier alleen de 20,5 collecties en ik bladerde even snel doorheen. Ik heb ze niet meer compleet. De 30,5, daar is alleen een paperpad van met designpapier. En van de 20,5 is ook een paperpad met elementen erbij. Nou, wat zit er onder andere in deze blauwe van de hoop? Nou, het is echt weer prachtig papier. Deze kan je ook weer heel goed combineren met de andere collecties van Lemoncraft. Bijvoorbeeld ook met de Sunny Love. En ze hadden pas ook de Dear Diary collectie ook in de Forget Me Not. En dat kan je allemaal heel mooi met elkaar combineren. Nou, ik had afgelopen week al iets met blauw gemaakt. Dus ik denk, laat ik dan nu maar voor een andere kleurstelling gaan. Maar kijk, die knipplaten erbij, die zijn toch ook weer te leuk. Ook voor babykaarten, trouwkaarten. Prachtige vlinders zitten erbij. Jeanette had gisteren ook al 2 hele mooie kaarten hiermee in de groep geplaatst. Dus de plaatjes, knipplaten, in totaal 18 vel, alles zit er 3 keer in. Nou, ik ga dus niet met deze blauwe aan de slag. Ik ga vandaag voor roze. En de roze heeft ook echt prachtig papier. Even kijken. Nee, dit hoorde nog van oude collectie. Moet ik even kijken. Die heeft onder andere dit mooie velletje. Daar zit ook heel mooi van dat donkere papier in. Ga ik vandaag niet mee werken, maar dat wordt in een andere uitzending. In dit vel zitten ook nog van die mooie plaatjes. Of in dit paperlet, laat ik zo zeggen. Dit is toch ook gewoon prachtig. Het is echt ontzettend mooi papier. Dus daar gaan we vandaag wat mee doen. En op de cover zitten ook nog hele mooie ramen en deuren. Dan heeft dit vel, of dit paperpad, natuurlijk ook knipplaatjes erbij. Hele mooie bloemen weer. Ook de achtergrond is ontzettend mooi. Deze bloemen zitten erbij. Er zitten platen van dames bij. Nog meer rozen. Dit velletje zit erin. En volgens mij was het dat. Jullie zien wel, ik heb daar al wat in geknipt. Nou, vanmorgen ga ik, als alles mee zit, 2 slimline kaarten maken. Ik ga beginnen met de makkelijkste. En wat heb ik daarvoor gebruikt? Ik heb voor gewoon 1 achtergrondvelletje gepakt. En dat is, even kijken... Dat is dit vel heb ik gebruikt. Heb ik in 2 gesneden. Voor deze kaart ga ik dit gedeelte gebruiken. Voor de andere kaart ga ik straks de andere kant gebruiken. En die heb ik weer met een stansmalletje uitgestanst. Dat ga ik bij deze niet doen. Ik ga eerst even de randjes
distressen. Ik heb niet alles voorbereid. We gaan gewoon gaandeweg even kijken wat er nog bij op kan. Ik vind het denk ik nog wel leuk om bij deze toch nog iets een ander designkleurtje er nog weer achter te doen. Dat ik even ergens weer wat in ga scheuren zoals jullie inmiddels wel van mij gewend zijn. Dan hebben we straks onze distressen nodig. Van deze wilde ik een mooie romantische kaart gaan maken. En ik had in de JMA collectie, in de Inner Peace collectie, van die hele mooie gedetailleerde randmalletjes. Die wil ik hier straks achter gaan plakken. Dus één aan deze kant. En één aan de andere kant. Ik heb er nog een beetje van die prutjes in zitten. Ik moest alles net nog voorbereiden, dus dat is me allemaal even niet gelukt. Ik had alleen een paar plaatjes geknipt. Dus dit is een beetje de basis voor deze kaart. Nou, ik wilde dit schattige jochie erop hebben. Die had ik uitgeknipt. En ik dacht, deze lantaarn, die is ook wel ontzettend mooi. Die past hier in principe wel weer achter. Dan wil ik dat jochie daar een beetje voor laten staan. Dan had ik nog een heel mooi hekje. En volgens mij hebben we die niet meer op voorraad. Maar er zijn allerlei verschillende soorten hekjes. Dus kijk zelf even naar een leuk hekje. Ik heb deze uit dat schuurpapier van Tim Holtz uitgestanst. Die wilde ik daar nog weer een beetje voor gaan zetten. En dan komt dat hondje daar nog weer voor. Nou, deze ga ik dan straks ietsjes korter maken. Dan komen hier waarschijnlijk nog een paar kleine bloemetjes. Ik heb nog een leuk vaneltje voor een tekst. Dus daar kan gewoon een kleine tekst op. En ik had nog een paar vlindertjes uitgeknipt. Sorry. Kijk, daar kan ook wel een leuke vlinder. Want dan hoeft hier eigenlijk niet eens zo heel veel meer. Dat kan daar. Volgens mij moet ik nog een vlindertje hebben. Dan kan daar nog een klein vlindertje bij. En dan gaan we even bedenken hoe we er een tekst op gaan doen. En ik vind eigenlijk niet dat er meer bloemetjes echt per se op hoeven. Ik wil alleen hier aan de zijkant nog iets hebben met een ander kleurtje. Even kijken. We kunnen ook aan die kant een stukje van dat roze romantische papier achteruit laten piepen. Of ja, ik vind dat donkere ook wel ontzettend mooi. Maar in deze vind ik dat misschien weer net iets te donker worden. Ik heb trouwens de kleur Ivory gebruikt van de Florence. Een streepje erachter zou ook nog kunnen. Nee, ik ga toch voor die roosjes erachter. En ik denk dat ik nog even een stansmalletje erbij pak, die ik ook wel ontzettend leuk vind. Ja, en dan ga ik gewoon het hoekje hier afscheuren. En daar plak ik dan straks weer een stukje designpapier achter. Dat komt er straks gewoon weer achter. Dat hoef je niet zo heel nauw te knippen.
Ik doe dat gewoon een beetje grofweg. Dat past makkelijk. Kijk, dan hebben we toch gewoon weer een rechte kaart. Kunnen we daar zo meteen met onze gesso en de peperdistress nog even weer langs. Dus die gaan we daar achter plakken. Dan pakken we onze gesso erbij. Gaan we even alles in de gesso zetten. En we kunnen ook eventueel, als er straks nog wat tijd is, ook nog eventjes aan de slag gaan om er iets op te stempelen. Maar ik weet nog niet zeker of ik dat wel ga doen. Want in principe, dit papier, ja, het is al zo mooi. Het heeft niet zo heel veel nodig, maar we gaan het gewoon gaandeweg nog even bekijken. Of we moeten een beetje de Art Glitter Glue lijm komt wel weer binnen. Alleen niet de kleine potjes, want die heeft de groothandel momenteel niet op voorraad. Dus de medium maat, die wat ik ook eigenlijk bijna altijd gebruik, die komt wel weer binnen. En hopelijk volgende week. Maar dan moeten we even, ja, ik durf het niet 100% zeker te zeggen. Het is nu voor ons ook even afwachten, ja, met de vracht wanneer wat uitgeleverd wordt. Het is nu met de feestdagen gewoon net iets rommeliger allemaal. Het duurt wat langer en ja, groothandels, een aantal zitten er dicht. En ja, ook niet alles ruim op voorraad nu. Die hebben ook gewoon iets lagere voorraden nu. Dan is het gewoon af en toe eventjes afwachten. Nou, dit hondje is toch ook gewoon te schattig. Nou, dat hekje. Ik ga deze keer er een beetje gesso op doen. Maar dit is van dat mooie schuurpapier van Tim Holtz. Je kunt het ook schuren. Even kijken. Misschien dat ik nog een klein beetje, als ik mijn schuurblokje zo kan vinden. Nee, ik zie hem zo niet. Nou, dan komt er geen. Dan ga ik hem niet schuren. Die gaat in ieder geval daar komen. Er kwam nog een leuk vlindertje op. Hier kunnen we nog een tekstje op gaan bedenken. Ik moet alleen nog even kijken welke tekst. En ik had nog een ander leuk standsmalletje. Even kijken, waar ben jij gebleven? Die moet denk ik hier tussen liggen. Ja. Ik ga deze bloem weer gebruiken. Ik vind die bloem altijd zo leuk. En die kan daar weer precies achter. En dat ga ik in een mooie oud roze kleur doen. Daar heb ik ook nog een restantje van liggen. Die komt uit het JMA blok met die matching kolos. Volgens mij had ik die inmiddels al wel gelinkt in de webwinkel. Dus dat kun je daar weer terugvinden. Even kijken. Ik heb nog niet alles gelinkt, omdat ik nog niet alles wist wat ik zou gaan gebruiken. Kijken, volgens mij mis ik nog geen reacties van jullie. Ik zie wel iets over koffie. Dan bedenk ik me dat ik ook mijn
koffie nog eventjes op moet drinken. Die zou ik ook bijna vergeten. Ja, Beauty of Fall, dat past inderdaad wel bij het weer van nu. Het is echt guur en guur, grauw. Het is geen weer om lekker even naar buiten te gaan, zeg maar. Kijk, deze kan daar dan nog weer mooi op. En dan kan daar straks nog weer een klein vlindertje op. En dan denk ik dat ik het er verder niet op ga doen. Gewoon lekker vastplakken, die handel. Er zou daar een klein strikje op kunnen, maar is het nodig nu? Die in ieder geval niet. Ik ga heel even kijken of er iets bij moet, maar eigenlijk weet ik het antwoord al wel. Nou, ik kan er een klein beetje van dat parelspray bij doen. Daar ga ik dan een klein roze touwtje omheen wikkelen. Er zijn weer allerlei touwtjes bij ons binnen, dus die kun je weer in de webwinkel vinden. Ik zal ze ook eventjes voor jullie gaan linken. Maar misschien dat ik dan een klein stempeltje of een tekststempeltje of een tekststansje op ga zoeken. Die heb ik zo even niet. À la minuut binnen de hand. Bij de hand, sorry. Maar die kan ik nog wel eventjes straks misschien opzoeken. Ik denk dat ik straks gewoon eerst even gaandeweg de volgende creatie maak. Oh, kijk, dit is toch wel leuk. En dan kan daar in het midden een witte parel. Kijk, ik heb nog zo'n mooie parelsteen. Die komen weer binnen trouwens. Kijk, dan kunnen hier nog een paar roze pareltjes en daar nog een paar roze pareltjes. En dan is het toch alweer voller dan ik voorheen bedacht had. En zo gaat mij dat dus altijd. Deze ga ik ietsjes afknippen, omdat die anders net iets te lang is voor deze slimline kaart. Dus ik ga gewoon hier ietsjes afknippen. Ik vind dat sowieso altijd wel leuk om een beetje te spelen met die stansmalletjes. Dus dit is uit de JMA Inner Peace collectie. Die gaan we er weer achter plakken. Even de rommeltjes weer een beetje weghalen. Nou, zijn jullie ook allemaal zo druk voor feestdagen? Of hebben jullie gewoon lekker rustige feestdagen? Ik heb gelukkig niet heel veel op de planning staan. Dus voor mij wat lekker rustige dagen. Ik hoop een aantal creaties af te gaan werken. Dat ligt een beetje in de planning. Ik wil lekker gaan puzzelen. Ik wil gaan kleuren. Ik wil gaan kruissteekborduren. Dus jullie horen al wel rustige feestdagen. Ik wil heel veel. En dan zul je zien dat uiteindelijk niks gebeurt. Maar dat geeft niet. Een paar dagen rust is ook goed. Ik moet even mijn dingetje weer schoonmaken. Kijk, dat is ook nog wel een goed idee voor de feestdagen, om dat ook weer even te doen. Dat was een hele handige tip van Thea Meijering, om eventjes met je heat tool weer de lijm te verhitten. Of dat puntje te verhitten en dan wordt de lijm weer vloeibaar. En dan kan je hem heel makkelijk weer openmaken. Dus dan hoef je niet elke keer een nieuwe tips aan te schaffen. Maar dan kan je het gewoon weer netjes schoonmaken.
Kijk, dit is toch gewoon gaaf, zo'n gedetailleerde randmal erlangs. Tip was niet van Thea. Oh, ja, misschien dat er wel meerdere. Ik heb hem in ieder geval via Thea gelezen, maar maakt ook niet uit. Het was in ieder geval een goede tip die ik graag met jullie deel. Dus ik hou even in het midden wie de tip heeft gegeven. Maakt niks uit. Deze gaan we opplakken. Ergens zit ik te denken dat het misschien ook nog wel leuk is om een klein beetje met bruin te spetteren op de achtergrond van deze. Met bruin of met goud. Even kijken. Ik heb wel goud, geen bruin, maar goud is ook wel leuk. Welke mal? De randmal of het hekje? Dat hekje is helaas uitverkocht, maar er zijn wel meerdere hekjes. En mocht er iemand belang bij hebben, ik zou er wel die van mij eventueel wel kunnen missen. Dus mocht er iemand belang bij hebben, dan mag je hem gerust van mij overnemen. Dan hoor ik het wel. En anders zijn er wel alternatieve hekjesmallen. Ik moet even mijn Posca weer hebben. Ik ga ook gelijk een beetje wit spetteren. Ik had nu trouwens, die is ook ontzettend fijn. En ik hoop dat ze ook zoiets ooit in het wit nog uitbrengen. Deze metallic marker van Studio Light vind ik heel fijn om mee te gaan spetteren. Even kijken. Deze ga ik als eerste even opplakken. En aangezien dit wel een vrij groot element is, gebruik ik daar die grote foamblocks van Vasen Creative even voor. Nou, ik heb hem nog gewoon netjes op een rolletje. Maar onze Jeanette had daar natuurlijk zo'n hele mooie houder voor gemaakt. Die houder, die heb ik niet. Staat nog wel op mijn planning om ooit te gaan maken. Maar dat zal vast nog eventjes duren. Het jochie komt er ook weer voor. Ook gewoon met drie van die foam pads. Ik had net ergens die tool. Ja. Ik vind dat toch wel fijn om daarmee. Ik deed het eerst voorheen eigenlijk altijd met mijn handen. En sinds ik deze tool gebruik, die toch eigenlijk wel heel veel. Kijk, dat hekje dat. Doe ik daar gewoon nog weer een beetje achter. Ach, weet je, het maakt niet uit wie die tip gaf. Het is gewoon, het was een hele goede tip en daar zijn we ontzettend blij mee. Dus we houden het gewoon eventjes in het midden. Deze ga ik daar vastplakken. Hondje komt er nog weer mooi voor. Even kijken, ga ik die
Ja, die ga ik me gewoon met lijm vastplakken. Anders dan wordt het wel heel erg hoog allemaal. Ik doe alleen daar onder de kop. Doe ik even een stukje van het foam tape nog. Want anders dan zweeft die kop wel heel erg in de hoogte. Even kijken. Deze kwam hier bovenaan. De tekst gaan we zo meteen nog even wat voor bedenken. Die kwam daar. Ik denk dat ik die vlinder daar onderaan ga doen. Die gaat die kant op. Zit er een vlindertje op het hek. En daar een vlindertje. Dat gaan we doen. Want ik zag ineens nog iets leuks. En ik denk dat is ook wel leuk om er nog weer bij te gaan plakken. Ja, dat is gevaarlijk, hè? Als je zo bezig bent, dan blijf je gewoon ook bezig. Maar ik wil zo meteen ook nog een tweede maken. Dus ik moet niet te lang met deze bezig blijven. Hier bedenk ik nog even een tekst voor. Dat ga ik later eventjes opzoeken. Misschien dat die zo meteen nog komt. En anders de volgende ronde. Die doen we dan netjes in het midden. Nou, dat strikje had ik dus net al gemaakt. De achterkant van de kaart. Ja, dat mag. En daar komt nog... ik heb daar nu die randmalletjes zo achter geplakt. Maar er komt dus nog weer een dubbele kaart achter. Zodat je ja, die randjes eigenlijk straks niet weer gaat zien. Deze komt daar in het midden ter decoratie. Kijk, want deze standsmal, die heeft ook van die hele leuke muurtjes er nog bij. Hoe tof zou dat zijn om die in die mooie bruine kleur, hier nog een stukje van zo'n muurtje, en daarbovenaan. Nou, ik heb daar nog dat mooie papier van meneer Tim voor. En dan doen we er straks nog wat plakpareltjes bij, maar die zoek ik straks even als ik mijn volgende creatie ook maak. Dan is het straks in één keer zoeken naar de laatste spulletjes. Ja, ik vind het altijd zonde om dan maar één kaart te maken met dat papier. Dus dan probeer ik ja, eigenlijk in één live gelijk twee te maken. Lukt natuurlijk niet altijd, maar als de mogelijkheid er is, dan vind ik dat wel het leukste. Heb de winkel gebeld en ik moet blijven reageren tot iemand reageert. Jammer, daar gaan we weer. Oh, Stephanie, ja, spijt me zeer, maar wij kunnen tijdens de live niet altijd alle reacties meelezen. Dat gaat soms zo snel en wij zijn ondertussen ook bezig. Dus wij kunnen dat ook niet altijd à la minuut vinden. Niet beantwoorden. Maar de, ik had het al gemeld, die standsmal die is uitverkocht. En dat is deze van de Beauty of Fall, de SL-BF-CD56. En in de winkel... ja, weten ze ook niet altijd wat wij in de lives allemaal exact gebruiken. En er zijn ook dames die net ondertussen ook al de reactie hadden gegeven. Dus af en toe tijdens de live eventjes geduld hebben. Geef ons even tijd om ook te reageren en ook gewoon ja, ons werk te doen. We doen ons best om alles te
beantwoorden, maar lukt niet altijd. Kijk, daar komt een stukje van dat hekje. Nou, deze mal uit de Grunge collectie moet ik dus ook nog even linken. Dat komt nog. Zo. En dan heb je toch weer ook net even weer wat meer kleur in je creatie. Nou, hier komen dus nog wat plakpareltjes. Deze vlinder, die zal ik ook even vastplakken. Want anders dan vliegt hij weg. Nou, wat vinden jullie? Volgens mij hoef ik er dan toch ook niet meer aan te doen. Hè? Dan is die toch vol is vol, zeggen ze altijd. Of we zouden hier nog net wat achter kunnen doen, maar ik vind het niet nodig. Ik vind hem eigenlijk zo wel ontzettend leuk geworden. Nou, alleen nog een tekstje erop. En de achterkant is nu dus met deze strookjes. In principe vind ik dit ook geen probleem, omdat dit gewoon netjes recht geplakt is. Je kan er nu nog een tweede kaart tegenaan plakken om het netjes af te werken. Of je kan er natuurlijk ook een kaartenstandaard achter maken, zodat het een dubbele kaart wordt. Nog even de echte Janine Finishing Touch. Een paar kleine accentjes met onze Posca. Nou, dit is nummertje 1. Maar op één been kunnen we niet staan. Ik tenminste niet. Dus we gaan lekker door met nummer 2. Even kijken. Even weer de boel een klein beetje organiseren voor wat ruimte. De malletjes even. Nee, er komt nog een kaartje. Ho, ho, niet zo snel weggaan, dames. Rustig, 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 rustig. Het is zaterdagochtend. Op zaterdagochtend gaat Janine niet stressen. Dus we gaan relaxed verder. Nou, ik heb de turbo aangezet. Ik ben nog heel snel weer aan de slag gegaan. Ik ben gaan knippen. Nee, gekheid. Ik had dus ook voor deze kaart wat dingen voorbereid. Ik heb hierbij de hele mooie slimline mal van de... even kijken, dit was de Inner Peace collectie. Dan moet ik nog even de kleine prutjes weer uithalen. Ook weer uit het Off-White cardstock van de Florence. Volgens mij is de Off-White momenteel even uitverkocht, maar die komt wel weer binnen. Die was in ieder geval een tijdje uitverkocht en ik begreep dat het nu weer uitgeleverd was door Vasen. Of dat het onderweg was, dus deze kleur komt er weer aan. Ik gebruik normaal heel vaak de Ivory, die is net iets lichter nog. Maar deze kwam qua kleur eigenlijk wel weer ontzettend mooi uit bij deze collectie. Nou, hier heb je ook van die borsteltjes voor. Dat gaat ook heel makkelijk. Maar ik ben inmiddels een beetje verknocht aan deze handige tool van Studio Light. Dit gelijk maar even weggooien. Nou, dit gaat een romantische kaart worden. Zoals ik al zei, dit is ook weer gewoon lekker hetzelfde papiertje. Alleen de andere helft van het papier. Ik heb een hele gave stansmal van Elisabeth Craft Design. Ik zal zo het hele set even laten zien. En deze heet de Irish Shutter Add-ons. Maar ik vond hem gewoon zo mooi gedetailleerd. Die wil ik dus op deze kaart gaan gebruiken. En ik zat te denken om daar toch nog weer een cirkeltje in designpapier nog even achter te gaan stansen.
had ik van tevoren niet gedaan, dus dat ga ik zo meteen nog doen. Ik heb nog een mooi klokje. Die zal erop moeten komen. Nou, vorige week ging ik live met Prima Marketing. Met de collectie van de... Oh, hoe heette die toch? Bohemian Heart. En die kleur roze, die bloemetjes, die passen ontzettend gaaf bij deze collectie. Nou, ik had ook nog wat andere leuke bloemetjes. Volgens mij zijn die van 49 and Market. Die wil ik erop gaan verwerken. Ik had hiervoor ook nog zo'n leuk tekstvaandeltje. Deze keer komt de parelspray er nog bij. En wat heb ik nog meer? Ik heb nog wat witte bloemetjes. Voor deze heb ik de decoratie minder ver uitgezocht. Dus dat gaan we nu nog even samen doen. Dit is in ieder geval de Stansmal. De Slimline uit de Inner Peace collectie, geloof ik. Dit is die Iris set. Dat is de, even kijken, 1942. En daar heb ik deze grootte voor gebruikt. Ik ga een cirkeltje uitstansen. Kijken welke maat hier weer leuk op zou passen. Hij mag nog ietsjes groter. Dan doen we mooi deze geschulpte erop. Gaan we even kijken. Oh, wacht. Misschien is hier dat roosjespapier ook nog wel weer leuk onder. Of zou dat te druk worden? Ik ga voor deze, ga ik voor die donkere achtergrond. Ik denk dat dat wel een heel tof contrast gaat geven. We gaan het gewoon proberen. En dan gaan we bij deze ook gewoon diezelfde hekjes er weer op gebruiken. Uit de Grunge collectie. Kijk, die gaat daarop komen. We gaan eens eventjes een beetje opbouwen. Deze wilde ik dan een beetje uit laten steken aan de zijkanten. Daar gaan we dan met gesso nog even weer een wit randje omheen maken. De klok komt daar nog iets achter. En dan komt dat zwartige, gaan we dus straks daar ook nog weer terug laten komen. De tekst komt bij deze hier. En voor deze wilde ik er gewoon echt zo'n leuke romantische bloementoef van maken. Dus de bloemetjes moeten een beetje in de overhand. Kan ook zijn dat ik die klok hier aan de bovenkant ga maken en dat ik hem zo voor de helft af ga knippen. Anders kwam het met mijn decoratie niet uit. Die komen zo. Ik wil er wat kleine bloemetjes nog bij. Er moet nog een vlindertje bij. Dat vlindertje mag daar op het meisje. En ik ga deze gewoon omdraaien. Ik vind dit veel gezelliger, veel romantischer. En dan kan deze hier wel achter. Dan kan die tekst daar mooi bovenaan.
Oh, ik vind dit is gewoon heerlijk. Dit is gewoon puzzelen om dit een beetje zo op te prutten met al die roosjes en die bloemetjes en tierlantijntjes. Ik moet dan altijd oppassen dat ik niet te veel wil gaan doen. Oh ja, ik heb natuurlijk alles wel, maar jullie hebben niet altijd alles in huis. Ik had ook deze malletjes al wel klaar liggen, maar dat werd er nog even niet. Maar die leek me ook wel heel erg leuk met deze collectie. Nu kan ik nog twee opties doen. Ik had namelijk ook nog de optie om dit malletje te nemen en dat we die hier dus bovenaan gaan doen en dat we daar nog een label achter gaan steken. Wat vinden jullie? Zullen we dat doen of gaan we deze erop plakken? Ik wacht even wat jullie vinden, of ik die label erop ga doen of niet. Ik had ook nog wat blaadjes. Even kijken, ik denk dat ik zo meteen wat geknipte blaadjes doe. Of we gaan deze doen. Die heb ik ook al heel lang in mijn voorraad liggen. Ik ga gewoon een keer van deze bloemetjes, takjes erbij doen. Die zijn dus niet meer levenbaar, helaas pindakaas. Maar dan ben ik wel een keer van mijn voorraad af. Er komt nog een stukje wit tulle aan. Malletje en zwarte papier erachter. Oh, dat zwarte papier daarachter doe een stukje, bedoel je, Corine? Dat is misschien ook nog wel een idee. Of het zwarte bedoel je achter het meisje? Ja, ik heb nog een beetje tulle en ik heb nog parelspray. Parelspray in de roze kleur. Oh, ik heb veel te veel om me heen liggen, jongens. Kijk, dat gaat er nog bij en dan, nou weet je, we gaan gewoon deze opplakken. Deze keer ga ik het gewoon even op het oog doen. Wel een beetje creepy, maar goed. We gaan er gewoon vanuit dat het goed gaat. Dan schijnt het zwart door de gaatjes, zegt Corine. Nou, lijkt me hartstikke leuk worden. Weten dat het zwart door de gaatjes schijnt. Even kijken. Hey, waarom ga jij nou niet? Deze kan dus ook gewoon door onze mini-stansmachine. Ik plak het vaak vast met de stenciltape van Art by Marleen. Dat is ook gewoon zo'n, ja, hoe zal ik het zeggen, een plakband wat niet zo heel sterk plakt. Maar je kan het ook gewoon met gewone mallentape doen, met washi tape. Als je het in ieder geval maar eventjes vastplakt. En ik zou het niet doen met gewone plakband, want dat gaat mis. Oh, heeft hem hier niet helemaal goed gepakt. Maar dat is ook mijn eigen schuld, want ik heb namelijk nog papier in mijn malletje zitten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, van de week gaf ik ook al een keer die tip om af en toe even een keer een klein beetje water bij in de gesselpot te sprayen.
En dat zeg ik ook bewust, want jullie zien wel, die van mij, die staat nu dus ook wat langer open. En dan droogt dat toch iets uit. Ik ga hem heel voorzichtig er nog even een keer weer doorheen draaien. Want ik had mijn malletje niet schoongemaakt. En dan gaat het dus niet helemaal goed. Dus we draaien hem gewoon nog een keer weer door de machine. In de hoop dat hij er helemaal goed in ligt nu. Anders hebben we dan gewoon pech gehad. Kijk, zie je, nou heb ik er wel alles uit. Deze stukjes, als je die dus uit een ander kleurtje had, een donkere stukje, zou je die ook nog weer leuk ter decoratie ergens op kunnen plakken. Even kijken, het donkere papier. Waar heb ik het papier gelaten? Ja, dat is wel leuk. En dan kan precies daar overheen nog weer die tekst. En dan komt er een label nog weer achter. Nou, ik ga dat, omdat er een labeltje achter komt, ga ik er gewoon een restantje van dit papier achter plakken. Dus ik ga niet het hele gedeelte, het moet ongeveer zo breed. Wacht even. Kun je beter met de papier snijden doen, Janine. Wees nou niet eigenwijs. Even kijken hoe breed deze is. Die is ongeveer 8. Nou, ik maak daar 7,3 centimeter van. Bij ongeveer dat. Dat is meer dan genoeg. Is dit zwart met paars tint? Nee, zwart met roze een beetje. Het is niet, niet zwart. Kijk, want dan kan deze daarop en dan plak ik die daar straks weer overheen. Dus dit gaat nu eerst even op de achtergrond. Als we dan de label eruit halen, dan komt dat zwarte mooi tevoorschijn. Ik wil daarop nog een paar spettetjes hebben. En omdat ik nu dus een label erachter ga steken, ga ik deze even met die foamstrips opplakken. Want dan schuift de label er iets makkelijker achter. Weer die handige foamstrips van JJ. Ideaal. Dan hebben we straks weer mooi een kaartje met een verborgen labeltje. En doe je er geen label achter, dan is het ook gewoon net een soort raampje. Dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Dan kunnen we nog kijken wat voor soort label en hoe lang. Dat kunnen we straks nog even bepalen.
deze weer afhalen. En dan kunnen we zo alweer naar de opbouw van deze kaart. En dat mag ook wel bijna, want ik zie dat de tijd ook al wel weer vliegt. Als je zo bezig bent, dan gaat zo'n uurtje is altijd zo voorbij, hè? Ja, goed. We hebben dan straks ook alweer... Yvette, dat is heel... Ja, die label die past er wel achter, want... Nu maakt je me even aan twijfelen. Maar die past er wel achter, want die label die steek je namelijk... Hierachter. Dus hier bovenaan kan die gewoon vast. Ik kwam nu eventjes aan het twijfelen dat ik denk van... Hey, doe ik het wel, wel goed? Maar die komt achter de boog, dus dat gaat helemaal goed komen. Dit is altijd even een beetje mikken als je met foam tape werkt. Kijk, maar die label die kan hier nu nog achtergeschoven worden. Dus dat gaat helemaal goed komen. En anders blijft het gewoon zo ter decoratie. Nou, deze ga ik zo opplakken. En dit is dus ook uit dat... JMA-blok met de matching colors. En die heeft gewoon dubbelzijdig papier. Dus vandaar dat de achterkant een ander kleurtje heeft. Daar gingen we dit rondje weer opplakken. Deze blaadjes... Dus deze keer doen we even geen standjes van blaadjes, maar doen we gewoon alleen wat stoffen blaadjes uit mijn voorraad. Dat ik mijn voorraad een beetje op kan maken. De klok kwam aan de zijkant. Nee, ik was net even aan het neuzen tussen de bloemetjes en toen zag ik deze in één keer liggen, die leuke blaadjes. Ik denk, hé, maar die passen er wel ontzettend leuk bij. Klok mag toch ietsjes hoog. Dan komt ons schattige meisje er weer bij. Ja, die wordt een beetje verstopt achter de bloementoef. Het is gewoon een flower girl geworden. Die gaat daar komen. Ik denk dat ik van deze twee stuks ga gebruiken. Ik knip het gewoon even met mijn schaartje af. Normaal doe ik dat eigenlijk liever met de Tim Holtz schaar. Even kijken, ik had een strikje van tulle. Ik had nog een vlindertje wat daar ging komen. Weet je, ik ga het gewoon vastplakken en niet eerst weer allemaal klaarleggen. Het komt vast wel op zijn plek terecht. Daar een beetje van die... Die zo naar beneden. Ik zal even kijken in de webwinkel of ik nog kan vinden waar deze blaadjes en die kleine bloemetjes van zijn. Maar het kan best zijn dat het van een serie van 49 at Market is geweest die niet meer leverbaar is. Af en toe halen die ook de bloemetjes weer uit de collectie. En dan kan ik ze helaas niet meer bijbestellen. Nee, het is niet van Scrapberries. Dat weet ik zeker.
Even kijken. Die. En eentje daar onderaan. Dit is trouwens wel een heel leuk kleurtje erbij. Deze gaan we bovenaan doen. Nou, hier zit ook zo'n ijzerdraadje in, dus je kunt het ook nog een beetje weer in model gaan vouwen. Dan frummelen we die daar weer een beetje overheen. Even kijken, ik had nog wat parelspray in het roze. Dat denk ik dat ik lekker naar boven laat schieten. Of gaan we dat weer dubbel vouwen? We gaan het dubbel doen. Dan moet ik even weer... Oh wacht, dat kan ook met die ijzerdraadjes. Je kan er een touwtje omheen wikkelen. Je kan de ijzerdraadjes... Wat zit er op die blaadjes? Het zijn gewoon een soort stoffen blaadjes. En ik heb daar net een beetje gesso op gesmeerd. Kijk, ook gewoon met die restantjes van die ijzerdraadjes kan je prima die touwtjes even vastmaken. Dan heb je ze net iets mooier bij elkaar zitten. Dat kan dan daar weer tussen. Dan komen daar nog de mooie bloemen op. Ik had 3 bloemen bedacht. Eén hier in het midden. Hier gaat er één komen en die plak ik een beetje op. Onder het tulle, dus dat het tulle eigenlijk, ik had daar een strikje van gemaakt, maar dat komt nu gewoon een beetje als decoratie tussen de bloemetjes weer. Dus dit wordt echt een beetje zo'n lekkere volle shabby chic kaart. Kijk, dat tulle dat komt er zo weer mooi een beetje doorheen gepiept. Die stoppen een beetje zo. Dan hadden we nog wat leuke vlindertjes. Dan kon er daar nog een vlindertje. En daar een leuk vlindertje. En die tekst. Die gaan we er niet meer op doen. Die past er nu niet meer op. Ik had nog leuke witte bloemetjes. Die drukken we er nog even tussen. Daar komt een klein wit blommegien. Bovenaan nog eentje. En dan denk ik dat ik dat leuke muurtje ook nog eventjes uit ga stansen. Ik zit nog te denken, doen we het derde blaadje hier aan de onderkant of niet? Dat doen we niet. Even kijken, dat stenen muurtje. Gaan we nog even uit het donkere uitstansen. Even weer door de machine. En volgens mij, ja, er moet nog een tekstje op. Misschien. En wat plakpareltjes. En verder doen we het dan straks ook niet meer. Even kijken. Mijn tooltje. Hij is toch wel weer schattig, hè?
Dit papier is ook gewoon ontzettend leuk. Je kan er zoveel mee. Daar komt een stukje van het muurtje. En dan doen we daar een heel klein stukje. Want deze kan je ook heel leuk in stukjes knippen natuurlijk. Ja, de vlindertjes die moeten nog vastgeplakt worden. Dat klopt. En er kan nog een label achter, maar dat ga ik nu in de live niet redden. Maar ik weet ook nog niet zeker of ik er wel een label achter doe. Of dat ik gewoon zeg van ik laat hem gewoon zo. Want ik vind het zo ook eigenlijk wel ontzettend leuk. Daar komt een heel klein stukje van een muurtje. Want dan kan ik hier onderaan ook nog weer een heel klein stukje plakken. Hoezo ons bindt zuinig om alles te gaan gebruiken? En er komt daar ook nog een klein stukje. Ik vind het helemaal leuk. Ik heb me weer kostelijk vermaakt, moet ik zeggen. Nou, ik ga er nog een paar plakpareltjes op doen. Dan kan dat vlindertje daar mooi op dat muurtje zitten. En die komt daar. Zo. Nou, ik denk dat ik gewoon geen label daar ga doen. Er zou hier nog een mooi plakpareltje misschien op kunnen. Of ik heb, wacht even. Waar heb ik dat stansje gelaten? Nou, ik zie hem niet zo heel snel. Ik had daar nog een leuk stansje voor met de tekst flowers. Oh nee, love. In een hartjesvorm. Die kon er mooi als vlaggetje overheen. Maar die heb ik ergens neergelegd. Maar niet in een handbereik. Nou, die zoek ik nog even op. Dat was een heel leuk malletje met een leuke tekst. Ook van mijzelf, die ik ooit een keer voor Marianne Design heb gemaakt. Die ga ik er nog even overheen doen. Dus er komt nog een kleine tekst van Love op. En nog even plakpareltjes. Die ga ik nog even opzoeken. En verder laat ik ze zo. Dus in deze live hebben we deze twee romantische kaarten gemaakt. Met de nieuwe Roses collectie van Lemoncraft. Ik ben er wel weer helemaal blij mee. Voor deze ga ik ook nog even een klein tekstje opzoeken. Wordt nog even afgewerkt. Laatste finishing touch komt nog. En dan komen ze ook nog zo snel mogelijk in de groep te staan. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal heel hartelijk bedanken voor het meekijken. Allemaal hele fijne feestdagen. Geniet ervan. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!